Als je hier nou wat sneeuw bij bedenkt, dan zou je zomaar kunnen denken dat Ernst Faber hier een slalomparcoursje aan het uitzetten is. Niets is minder waar, PSV bereidt zich voor op de wedstrijd tegen Heerenveen. Hij, Ola Toivonen, terug van interlandverplichtingen, helaas niet naar het WK met zijn land Zweden. En zo keerden alle spelers de afgelopen dagen weer terug van interlandverplichtingen. En zoals gezegd bereidt PSV zich voor op Heerenveen. En gelukkig is vrijwel iedereen fit teruggekomen. Ja, goed eigenlijk. Redelijk goed. Alleen Jetro Willems die is teruggekomen met een blessure. En Jurgen Locadia, maar die is inmiddels weer hersteld. Ja. Nou, de nederlaag tegen NAC, zei jij. Misschien is het wel goed dat ze even lekker een week uitwaaien, even in een andere omgeving zijn. Hoe heb je ze teruggekregen wat dat betreft? Nou, ik denk dat het wel klopt dat het goed is geweest dat ze even twee weken weg zijn geweest. Tenminste, het grootste deel van de selectie. Ja. En dan ben je in een andere omgeving, kun je het even achter je laten. En dan kom je eigenlijk weer fris terug. En nou, dat gevoel heb ik ook. Toen ze terugkwamen gisteren, ze is goed getraind. Ook niet al te veel meer teruggekeken op de wedstrijd van NAC bewust. Omdat je dan toch weer terug gaat refereren aan... Iets negatiefs en dat willen we. We gaan nu vooruit kijken. Dus we zijn met z'n allen vanaf donderdag volledig op de wedstrijd tegen Heerenveen gericht. Maar het is natuurlijk niet alleen de wedstrijd tegen Heerenveen van zaterdagavond. Volgende week staat de uitwedstrijd tegen Feyenoord op het programma. De week daarop speelt PSV thuis tegen Vitesse. Een periode van aanhaken of afvallen. Nou, het worden hele belangrijke weken. We hebben tot de winterstop... toch een pittig schema voor de boeg. Maar een goede uitdaging. En het is aan ons om nu een aantal goede resultaten te gaan behalen. En als we kijken naar de tegenstander Heerenveen. Vorig jaar won PSV de thuiswedstrijd met maar liefst 5-1. Maar u weet het hè, goede resultaten uit het verleden bieden geen enkele garantie. Het is wederom een goede tegenstander. Wij moeten het laten zien. We spelen thuis. Willen we aanhaken wat de doelstelling is, hè, om te zorgen in ieder geval dat we tot de winterstop aan in ieder geval mee blijven doen bovenin. Dan moeten we tegen Heerenveen, maar ook tegen Feyenoord en Vitesse een aantal goede resultaten neerzetten. En daar gaan we vol voor, daar zijn we hard voor aan het werken en daar hebben we vertrouwen in. Philip Cocu kan over 3 spelers niet beschikken. Wijnaldum, Matafs en Jetro Willems zijn geblesseerd. En ook hij, Jurgen Locadia, keerde van de week terug met een blessure van Jong Oranje. Enkel blessure, maar die is genezen, zodat Locadia gewoon inzetbaar is. En ook hij is weer terug. Niet Titon, maar Jeroen Zoet speelt tegen Heerenveen in het eerste van PSV. Over de opstelling laten we normaal niets los. Alleen in het geval van de keeper vind ik dat wel anders. En dat is ook gecommuniceerd. Dan kunnen ze zich daarop voorbereiden. Degenen die beschikbaar zijn bij de selectie zitten, die kunnen eventueel starten.